Waar zitten we in? Oh ja, een soort Ferrari-achtig ding. Een soort Ferrari-achtig ding. Het F1 simulatiespel heeft het niet. Dit is Project Cars. Oké, oh ja, we beginnen gelijk. Ga ik gas erop. Ja. Hop. En je stuurt hem hierin. En dan gaan we eigenlijk gewoon... Nou, ik doe het nog vrij. Ja, dat wou ik net zeggen. Vrij, netjes op zich. Dat gebeurt dus als je te hard dus ja. is. Ja, dat is ook, je moet ook wel een beetje voor spektakel zorgen voor de fans. Hè? Die komen niet voor niks. Nou, deze is belangrijk. Short shift zie je hier heel veel, want de achterkant is vrij los. Pakken ze hier de curb mee. En dan is hier de tweede DRS-zone alweer, waar ze dus die hoge topsnelheden halen. We hebben hier Lewis Hamilton in 2014 twee man tegelijk zien inhalen. Met z'n drieën kwamen ze op die bocht af. Rempunt is net voor die 100 meter. Moet je hard in de ankers. Daar heeft Lewis gisteren zijn pole position verloren. Ja, wou je niet toegeven, maar het was wel zo. Hier zien ze dat ze dan iets wijder nemen altijd, die hairpin, voor wat meer momentum. Nou, vol gas de volgende? Vol gas. Deze is easy flat, zoals ze dat noemen. Nou, ook voor Doornbos, dus dat is fijn. En dan kom je hier bij de Mercedes-tribune. Er zitten alle Mercedes-fans. Hier ook een kleine short shift. We zagen Grosjean een paar wilde momenten hebben dit weekend. En dan kom je eigenlijk weer naar het... Gaat het stadion in. Het stadion in. Dit is super gaaf, super snel. Blind insturen, 230 km per uur insturen, 260 eruit. Hier wordt het dan wat smaller. Ga je twee versnellingen naar beneden. Veel camber, dus je kan echt gewoon leunen in die bocht. En hard werken zagen we Nico hier gisteren ook in zijn pole position lap. Nou, eentje naar beneden. Neem je wat snelheid mee. Daar zitten wat Max-fans. Hallo jongens. En dan hier zo uitkomen over die curb. Dan gingen ze ook heel wijd. Ja, dan heb je een rondje Hockenheim. Dus het is een vrij kort rondje, maar wel intens.